Je werd gejaagd. Hey, het volgende onderdeel van het programma. Leren vooruitkijken, turbulente tijden, de categorie extreem heftig. Weet je, daar gaan we het nu een half uur over hebben. En NO Kuipers van het Waterschap Limburg gaat ons daarin meenemen. Want NO is bij het Waterschap Limburg de man op het gebied van asset management. Gaat ons helpen op alles wat we moeten weten na de overstromingen van vorig jaar en alles wat daarin gebeurd is. Volgens mij, NO, ben jij ook verantwoordelijk voor het rampenbestrijdingsplan van de veiligheidsregio's. Ik wil je heel graag hier op het podium hebben. We zijn onwijs benieuwd. Dus wat mij betreft, NO Kuipers, dames en heren. Dankjewel, Sander, voor deze introductie. Na de pauze, absoluut niet zielig. Ik vind het een grote eer om hier vandaag een presentatie te mogen geven. Dus ook dank daarvoor. En ik wil jullie graag meenemen in de wereld van asset management. De implementatie van asset management bij het Waterschap Limburg. Maar vooral ook stilstaan bij een watercrisis die vorig jaar plaatsvond, ongeveer een jaar geleden. En wat dat voor impact heeft gehad op onze organisatie en wat specifieker op het gebied van asset management. Ja, rennen en plannen. Dat zijn twee woorden die toch regelmatig in mijn presentatie terug gaan komen. Als we het hebben over de implementatie van asset management bij ons, bij het waterschap, dan hebben we ook als slogan van rennen naar plannen. We hebben in het verleden ontzettend veel gerend en wij willen juist wat meer naar een programmatische aanpak, meer een planmatige aanpak, dus veel meer naar het plannen. Dus als ik ook terugkijk in het verleden en eigenlijk naar de situatie van voor Waterschap Limburg, dus wij zijn nog een hele jonge organisatie, wij bestaan pas sinds 2017, en kijk het naar die voormalige Limburgse waterschappen. Daar was op dat moment geen structureel geld voor het vervangen van assets die aan het einde van hun technische levensduur waren gekomen. Geen structureel geld. Dus dat hield in dat er een ontzettende druk lag ook op de organisatie. Een beroep werd gedaan op heel veel creativiteit, want uiteraard waren er assets die kapot gingen. Een situatie die we niet meer willen. Die het bestuur ook niet wil. Het bestuur heeft zich ook nadrukkelijk uitgesproken dat we ons gaan ontwikkelen naar een professionele asset management organisatie. En het feit dat wij met asset management bezig zijn, dat is eigenlijk wel samengevat in deze ene dia. Er is een hele grote intrinsieke motivatie om hiermee aan de slag te gaan. Bestuurlijk is dat verankerd in een bestuursprogramma. Om te ontwikkelen naar zo'n professionele asset management organisatie. Maar ook in de organisatie zelf vind je bijvoorbeeld rondom de organisatieontwikkeling, dat heet bij ons eenvoud en focus, woorden van gelijke strekking vind je daarin terug. Dus er is een grote intrinsieke motivatie om hiermee aan de slag te gaan. We worden ook wel enigszins een beetje geholpen, gestimuleerd, zoals je misschien kunt zeggen, vanuit onze omgeving. En een heel mooi voorbeeld daarvan is de zorgplicht waterkeringen. Nou, als je die een beetje plat slaat, dan houdt dat in dat je aantoonbaar en navolgbaar in controle bent als organisatie op het gebied van de waterkering. Nou, dat doel, aantoonbaar en navolgbaar in controle zijn, dat is eigenlijk dezelfde doelstelling die we ook met asset management beogen. Dus de zorgplicht en asset management hebben dus ook heel veel raakvlakken, heel veel overlap. Is niet hetzelfde, maar er is dus wel heel veel synergie wat dat betreft. Nou, daarnaast hebben we ook als organisatie uitgesproken dat we die zorgplicht ook verder willen gaan uitrollen over het watersysteem. Als je dan wat specifieker kijkt naar de situatie in Limburg. Onze waterkeringen die zijn ook jong. Die zijn eigenlijk pas aangelegd naar 93 en 95, dus pas in 1996 hebben wij echt waterkeringen. Die pas ook pas in 2005 zijn opgenomen in de wet. En na de hand zijn er een paar dijkversterkingen al geweest. Dus in het kader van Maaswerken bijvoorbeeld. Dus die hebben nog een vrij jong karakter. Maar als je nou kijkt naar assets in het watersysteem, dat is een andere situatie. Daar zijn heel veel assets aangelegd in de periode van de ruilverkaveling. En dat is toch inmiddels 30, 40, 50, misschien wel 60 jaar geleden. Ja, en die assets, zo langzamerhand komt het einde van die technische levensduur wel een beetje in zicht. En dat roept allemaal vragen op, wat gaan we daarmee doen? Moeten we die gaan vervangen en met wat moeten we die dan vervangen? Of kunnen we ze laten verwijderen en hoeft er niks meer voor terug te komen? Dus dat zijn allemaal asset management gerelateerde vragen. Wat we ook zien is de klimatologische ontwikkeling. De extremen worden steeds extremer. Waar we misschien een paar jaar geleden nog dachten dat die
extremiteiten pas over enkele decennia zouden gaan plaatsvinden. Ja, we hebben geleerd, en daar is de watercrisis van vorig jaar een heel tastbaar en concreet voorbeeld van, dat die extremen zich nu al voordoen. En dat vraagt hele andere eisen van onze assets. Ook dat roept zeg maar asset management vraagstukken op. Ja, en tot slot, dat staat rechtsonder, hebben we ook te maken met de techniek, technologie. Er is steeds meer mogelijk assets die je vanuit de ruimte kunt observeren, kunt volgen, kunt monitoren. Slimme assets die zelf al kunnen aangeven wat voor onderhoud wanneer moet gaan plaatsvinden. Nou, allemaal technieken. Ja, en niet alles is even nuttig of even bruikbaar. Dus daar moet je als organisatie ook goed over nadenken wat je daarvan wilt toepassen. Klein stukje theorie dan toch rondom het asset management. Wat heel belangrijk is in het asset management, dat is de besluitvorming. En de besluitvorming in de asset management driehoek. Kosten, prestaties en risico's. En daar sturen we ook op, in de richting van ons bestuur, dat die hele expliciete besluiten nemen in die driehoek. Dat ze goed weten welke consequenties hun besluit heeft. Twee voorbeelden van assets, verschillend. Een boerenstuw links en een vrij grote stuw en een primaire watergang. Dat mag duidelijk zijn dat het kostenplaatje, zowel in aanleg als in onderhoud, voor die twee typen stuwen totaal verschillend zijn. En ook de eisen die je stelt zijn totaal verschillend. Ook een risicoprofiel is totaal verschillend. Want bij die linkerstuw, die boerenstuw, dan accepteren wij als organisatie dat we hem pas gaan vervangen als de boer belt dat hij kapot is. Maar dat accepteren we niet bij die rechterstuw. Daar is er juist alles op gericht om het falen te voorkomen. Met preventief en geprogrammeerd onderhoud en risicogestuurde inspecties. Nou, zo zijn wij dus begonnen met asset management en nog niet zo lang geleden, dus pas sinds 2019. En wij pakken dat op in 5 stappen. Dus ik neem jullie heel even mee in die 5 stappen. De eerste stap die wij hebben gezet is toch een goede structuur neerzetten. En nou, ik denk dat we ook wel een beetje geluk hebben gehad als organisatie. Want wat ik net aangaf, wij bestaan pas sinds 2017. Komen uit een fusieproces. Op dat moment is een structuur gekozen die ons niet echt heeft geholpen in de richting die wij graag hadden willen zien. Dus we zijn na de hand nog een keer gekanteld in 2019. Dus onze organisatie is wel flink zeg maar, opgeschud. En dat gaf allemaal kansen om de structuur goed neer te zetten. En dat hebben we ook gedaan in 2019. De organisatie is zo georganiseerd dat het eigenlijk dienend is aan de fases van het werk. En als je het specifiek naar asset management toe vertaalt, hebben we ervoor gezorgd dat dat goed is belegd. Hè? Ook het sponsorship, en dat is erg belangrijk. We hebben een bestuurder die verantwoordelijk is voor asset management. We hebben een directeur die verantwoordelijk is voor asset management. En de implementatie van asset management laten we ook via een stuurgroep gaan, waar de verantwoordelijk manager en betrokken managers ook een prominente rol in hebben. En dat is erg belangrijk bij de implementatie van asset management, eigenlijk bij ieder organisatieontwikkelingstraject en misschien wel randvoorwaardelijk. Nou, in 2019 gestart, tezamen met een aantal collega's, maar om heel eerlijk te zijn, ik had zelf ook nog niet zo'n goed beeld van wat dat inhield, dat asset management. Dus wat hebben wij gedaan? We zijn voornamelijk, als stap 2, bij heel veel organisaties gaan kijken. Overal in de keuken van wat is dat asset management, wat komt op je af, wat betekent dat, wat heb je te doen daarin. Nou, dat is best wel veel. Heel veel kennis en ervaring opgehaald binnen de waterschapswereld, Rijkswaterstaat, maar ook daarbuiten. Hè. Dus we hebben ook bijvoorbeeld bij veel gemeenten zijn we op bezoek geweest om te zien hoe zij dat doen. Want asset management, dat is echt wel een actueel thema en ook wel een actueel zoektocht bij heel veel organisaties. Nou, specifiek hier gemeente Rotterdam genoemd, die hebben ons echt wel geïnspireerd hoe je zeg maar, met asset management om kunt gaan. Dus dat was een belangrijke stap. Maar dan hoor je heel veel verhalen natuurlijk van andere organisaties waarom zij met asset management bezig zijn. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij het verhaal kopiëren van een andere organisatie. Het is met name de bedoeling dat je een eigen verhaal hebt. Dus dat was onze volgende stap. Heel goed verhaal neerzetten in de eigen organisatie om uit te leggen waarom dat wij met asset management bezig zijn. Maar ook wat het betekent. Dus asset management heeft toch over het algemeen wat een abstract begrip voor heel veel collega's. Dus dat hebben we lading gegeven van wat dat is. En die eerdere slide die ik net liet zien, waarom wij met asset management bezig zijn, dat is ook iets wat regelmatig terugkomt in onze organisatie.
Vervolgens is de vierde stap geweest van nou toch ook kiezen voor een methodiek. Als je asset management bekijkt, er zijn zoveel boeken over geschreven, er zijn heel veel theorieën over, er zijn verschillende methodieken, systematieken. Nou, wij hebben een keuze gemaakt en wij hebben gekozen voor de ISO 55000. Niet direct om ISO gecertificeerd te raken, maar wel om gebruik te maken van een internationale en ook wel een bewezen norm. Dus daar maken wij dankbaar gebruik van. Het linkerplaatje is een voorbeeld uit die ISO 55000. Dat is het landschap van de ISO. Nou, er staan allemaal velden in die relevant zijn bij asset management. Het rechterplaatje, voornamelijk die blauwe pijl tussen het lichtblauwe blok boven en onder is relevant. Binnen asset management, het zijn vaak Engelse termen, wordt gesproken over de line of sight. En dat hebben wij ook geconstateerd toen wij zijn begonnen met asset management, dat die bij ons niet goed was ontwikkeld. En wat wordt daarmee bedoeld? Nou, het bestuur geeft richting, stelt bestuurlijke doelen vast. En dat doen ze in een begroting of in een waterbeheerprogramma. Maar dat zijn toch wel abstracte documenten waar de gemiddelde waterschapper niet leest wat dagelijks van hem of haar wordt verwacht. Dat is het onderste blauwe vlak. En dan zit je op de jaarplannen. Individuele jaarplannen of planningen of werkorders. En het is zaak dat dat goed in verbinding is. Dus wat het bestuur aangeeft en de bijdrage vanuit de werkvloer ten behoeve van die doelen. Nou, en die verbinding was voor ons echt wel voor verbetering vatbaar. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Want uiteindelijk is asset management en de implementatie van asset management is ook gewoon doen. En dat hebben we dus ook gedaan. Dus in die verbinding, nou, een eerste stap die wij hebben gezet is het vertalen van die richtinggevende documenten in een asset management beleid. En dat is geen lijvend document, dat is één A4'tje. Dat is wel een heel belangrijk A4'tje, want daarin zijn eigenlijk onze bedrijfswaarden benoemd die wij belangrijk vinden als organisatie. En alles wat wij doen moet eigenlijk een bijdrage leveren aan een van die doelen. De volgende stap was een strategisch asset management plan. Dan ga je toch wat verder kijken van wat wil je bereiken als organisatie op het gebied van asset management. Hoe zie je je toekomst daarin? Wat voor concrete stappen wil je daarin gaan zetten? Dus je daalt steeds verder af van het strategische naar het tactische niveau. En uiteindelijk wordt het tactisch operationeel, want daaronder komen weer asset management plannen. Die hebben we geschreven voor verschillende typen assets. En waarin we hebben uitgewerkt van wat voor prestatie eisen zijn van toepassing. Wat voor onderhoud moet dat plaatsvinden en hoe vaak moet dat plaatsvinden? Wat voor inspecties en hoe vaak moet dat dan gebeuren? Dus het wordt steeds concreter, zodat het ook steeds duidelijker wordt voor die werkvloer. Als ik hiermee bezig ben, dan ben ik eigenlijk met dat doel bezig. Dus die verbinding. Ook natuurlijk veel met de organisatie bezig, fysiek. En ten tijde van de corona hebben we dat heel veel digitaal gedaan. Zoals gezegd, in het verleden hadden wij geen structureel budget voor het vervangen van preventief vervangen van assets die aan het einde van hun technische levensduur waren gekomen. Met dit bestuur hebben we dat wel. Als je dat geld krijgt, moet je ook iets laten zien. Moet je ook presteren, dus dat doen we ook. Dan nemen we het bestuur en natuurlijk ook onze omgeving nadrukkelijker mee. Waar we een stukje innovativiteit of duurzaamheid kunnen toepassen, die vinden we ook belangrijk, dan doen we dat ook. Dat is hieronder een stuw. Dat is, we hebben een keuze gemaakt om bepaalde stuwen op afstand te kunnen bedienen. Maar ook om ze zelfsupporting te laten zijn qua energie. Er staat een solarpaal hier net tussen de bladeren. Ook in die situatie en ook in de winter levert dat voldoende energie op. Verder ook een stukje uniformiteit wat we opzoeken. Bij een aantal regenwaterbuffers was het nodig om ook stuwtjes te vervangen. Het waren allemaal verschillende types. We hebben de keuze gemaakt om daar één soort voor te kiezen. En dat heeft heel veel voordelen, ook in je marktbenadering, maar ook in je eigen beheer en onderhoud, in de informatie die je daarin hebt te beheren. Dus dat biedt heel veel voordelen. Dus zo waren wij toch wel goed bezig, denk ik, om van het rennen naar het plannen te komen. En waren het niet daar vorig jaar, in één keer rond deze tijd ongeveer, de donkere wolken zich boven Limburg samenpakten, boven de Eifel en Ardennen en Noord-Frankrijk. Dus het was ineens alle hens aan dek en het was heel hard rennen op dat moment. Wat gebeurde er? Om toch even wat indruk te geven. Dit is Valkenburg. Een van de eerste constateringen die we deden is,
ja, toch heel veel overlast, heel veel schade in het regionale watersysteem. Hè, dus in de beken. Dus onder andere de Geul, maar ook de Roer. De fotograaf heeft later wat hoger op moeten staan, want dit was nog niet de ergste situatie. Maar rechtsonder zie je een plaatje van hoe het er, ja, normaal gesproken uitziet. Rustig kabbelend beekje en dat wordt gewoon één grote kolkende massa. En je kunt je er werkelijk niks bij voorstellen. Als je het niet hebt gezien, het is onvoorstelbaar. Niets ontziend ging dat door Valkenburg en verder. Iets later kregen we te maken met hoogwater op de Maas. Ook zeer extreem. De hoogte van de golf hadden we nog nooit eerder gezien. Dus de hoogst gemeten hoogwatergolf. Maar ook de snelheid was ongekend. Dus een hele extreme golf, zowel in hoogte als in snelheid. Daar moesten we snel op acteren. Dus wederom heel hard rennen. En wat hield dat in? Nou, in onze situatie, we hebben te maken met heel veel demontabele keringen. Het heeft een beetje te maken met onze ontstaansgeschiedenis en hoe het landschap is ingericht. Maar we hebben 4200 meter aan demontabele keringen. Dat is meer dan de rest van heel Nederland bij elkaar. En dat moet worden dichtgezet. En ja, onder zeg maar normale omstandigheden in de winter hadden we er rekening mee dat er 5 werkdagen tijdens daglicht voldoende is om dat op te bouwen. Maar dat kon nu niet. Want die golf was veel sneller bij ons. Dus het was echt noodzakelijk om 2 dagen dat dicht te zetten. En dat is ternauwernood, maar het is ons gelukt. Dus een hele inspanning. Met heel veel pompen, 140 in totaal, die dan moeten worden geplaatst. Want we zetten de waterkering dicht, maar evengoed moet zeg maar, het regionale water toch in die Maas terechtkomen. Dus wij moeten heel veel pompen. En continu geïnspecteerd, dag en nacht. Nou, dat is een beetje het reguliere pakket, zeg maar, wat wij dan ten tijde van zo'n hoogwater moeten gaan uitvoeren. Maar het was dermate spannend dat er ook vanuit de regio behoefte was aan meer. Daar heeft ook Defensie een hele belangrijke rol in vervuld om ons daarbij te helpen. Overigens, en dat is hartverwarmend om dan ook te zien dat in zo'n periode eigenlijk heel waterkerend Nederland langskomt om hulp aan te bieden. Dat is echt heel mooi, heeft een heel goed gevoel gegeven. Maar ja, het was noodzakelijk om toch nog 200.000 zandzakken erbij te leggen en 2.000 big bags en uiteindelijk 3 kilometer aan nooddijken wat daar aanvullend nog moest worden geplaatst. Dus dat was bijzonder veel. Nou, voor de sfeer, dit is Sittard, de hoogwaterloods. Dit is de kleinste van de twee, want we hebben er nog een die staat in Horst. Die is toch een paar keer groter dan deze, maar ja, zo hoort het zeg maar in een zomer te zijn. Al het materiaal staat keurig netjes gestald in die loods. Maar ja, dit was het beeld van ongeveer een jaar geleden. En werkelijk alles wat we hadden, dat was uitgereden om het hoge water zeg maar, te keren. Dus dat was een behoorlijke inspanning. Nou ja, en hoe zie je dat dan in het veld? Ja, heel veel pompen. Hè? Dus als indruk. Nogmaals, er zijn heel veel beken, watergangen die dan eigenlijk uitkomen op de Maas. Maar als alles is dichtgezet, moet dat toch met pompen naar de andere kant. Ja, dit zijn dan de big bags, maar eigenlijk is het niet zeg maar de big bags waarom dat ik dit plaatje laat zien, dat meer de blauwe lucht. En dat is bijna een jaar geleden en de weercondities zijn ongeveer hetzelfde. Het was een ontzettend surrealistische situatie. Ik weet nog heel goed, ik had ook een rol in de crisisorganisatie, dat toen ik naar huis ging, naar Sittard, waar ik woon, over de markt. Die waren afgeladen vol, de terrassen zaten bomvol met mensen. En heel veel waren aan het genieten van het schitterend mooie weer. Hadden geen enkel besef, denk ik, geen enkel benul, dat hemelsbreed 10 kilometer verderop, langs de Maas, heel veel ellende zich afspeelde. Dus de contrasten zeg maar, in die periode waren ontzettend extreem. Surrealistisch gewoon. Ja, we hebben ook veel natuurlijk moeten opbouwen bij mensen thuis. Hè. De waterkering loopt door de achtertuinen, dus dat heeft natuurlijk heel veel impact voor die mensen zelf. Maar vooral ook de linkerkant van deze dia is erg interessant. Want we zijn door het oog van de naald gekropen in Limburg. Het is centimeterwerk geweest op een aantal locaties, zo ook hier. En het is net aan goed gegaan. We hebben op enig moment met de prognoses van die hele hoge en snelle golf, hadden we de prognose van het gaat goed mis straks in Limburg. Er gaan een aantal dijkeringgebieden gaan straks onder water. Maar gelukkig viel dat echt mee. En dat heeft met het dempend effect te maken. Hè. Dus die hele hoge, snelle golf, die dempte zich toch iets meer in het Limburgse landschap dan
vanuit de modellen in eerste instantie was ingeschat. Dus we hebben echt heel veel geluk gehad. Het had nog veel erger kunnen zijn. Ja, als je dan de crisis een beetje ontleed, dus dan hebben we verschillende fases, eigenlijk verschillende crisissen gehad. De eerste was natuurlijk heel veel regen. Nou, dat geeft natuurlijk al het nodige eigenlijk ongemak, zeg maar, en beperkingen. Vervolgens kregen we de situatie van hele aanzwellende regionale watersystemen. Met alle ellende van dien. En vervolgens het hoogwater op de Maas. Dus daar zat een kleine vertraging in. Nou, dat is feitelijk de crisis zelf, zoals die vorig jaar heeft voltrokken. Maar er ontstond eigenlijk nog een nieuwe crisis. Hij staat rechtsboven. Ja, en daar kreeg ik dan ook een rol in. En het was voor mij toen heel hard rennen. De afwikkeling van de ramp zelf. Want met het afschalen van de crisisorganisatie heeft het bestuur besloten om gelijk een taskforce herstel in het leven te roepen. Nou, ik mocht dat gaan coördineren. En dat is een heel goed besluit geweest. Die taskforce had eigenlijk een aantal takenpakketten, zeg maar. In eerste instantie natuurlijk om een beeld te maken van wat is nou de schade die we hebben. Dan even specifiek onze eigen assets. Er was natuurlijk heel veel schade in Limburg en ook in Brabant, maar het ging even om onze eigen assets. En die moesten zo snel mogelijk worden hersteld. Wat ook een belangrijk aspect was, het opruimen van de rotzooi, want het lag overal en nergens. Jullie hebben denk ik beelden gezien van hoe het tekeer is gegaan. En ook een heel belangrijk aspect was het verzamelen van informatie. Ten tijde van die crisisorganisatie is er natuurlijk heel veel informatie binnengekomen, ook heel veel informatie gedeeld met alle betrokken partijen. Maar om heel eerlijk te zijn, dat was een hele chaotische en hectische periode. Dus al die informatie is niet altijd terechtgekomen waar het wel hoorde. Dus dat moesten we allemaal weer gaan ophalen vanuit die taskforce herstel. Om het wel centraal te ontsluiten. Want dat is natuurlijk heel nuttig, ook voor je beleid en voor je strategie voor de toekomst, om te zien van wat er daadwerkelijk is gebeurd. Niet alleen de informatie uit de crisisorganisatie hebben we opgehaald. Er waren ook heel veel foto's en filmpjes gemaakt van eigen personeel, maar ook van heel veel omwonenden, wat natuurlijk ook heel waardevol is. Ook die hebben we allemaal opgehaald en centraal ontsloten. Nou, wat later tijdens de rit, toen waren we al bezig met de taskforce. Als waterschap, als organisatie zijn we ook gedupeerden. Dus we hebben schade geleden aan onze eigen assets. Nou, het bestuur heeft ook ervoor gekozen om melding te maken in het kader van de wet tegemoetkoming schade. Dus slachtoffers van de ramp, zeg maar, kunnen daar de schade inbrengen voor een tegemoetkoming. En dat heeft het waterschap ook gedaan. Nou, daar zijn we nog steeds mee bezig. Langzamerhand komen we tot een financiële afronding. Maar dat is wat nog loopt. Als je dit een beetje vertaalt weer naar de wereld van asset management, dan komen we weer in die driehoek. En dus ik kreeg een opdracht. Nou, die staat daar. Het herstellen van de situatie in de oude staat. En voor het hoogwaterseizoen. Dat was mijn opdracht. Dus de prestaties de prestatieeisen die werden gesteld aan de assets, die waren bekend. Namelijk hetzelfde als daarvoor. En ook het risicoprofiel van die assets was ook weer vastgesteld. Namelijk hetzelfde als daarvoor. En de kosten, uiteraard belangrijk, want je hebt je te verantwoorden, waren enigszins volgend. Maar er is dus niet gekozen voor building back better of iets dergelijks. Met opzet niet, want we vonden het heel erg belangrijk dat de veiligheid voor de inwoners zo snel mogelijk weer op het oude niveau terug werd gebracht. En op het moment dat je iets anders gaat aanleggen, iets anders gaat ontwerpen, krijg je te maken met procedures, met inspraak en alles wat je daarbij kunt bedenken. En dat kost gewoon tijd en dat zou dus afbreuk doen aan die veiligheid voor onze inwoners. Wat we hebben gedaan vanuit die taskforce. Nou, we hebben zoals gezegd heel veel inspecties gedaan, ruim 2000. En met die ruim 2000 inspecties hebben we op 650 locaties schade geconstateerd. Dus het is behoorlijk wat. Terugkijkend, zeg maar het hoogwaterseizoen, en dan heb je het over oktober, was 90% hersteld. Dan wel sommige locaties tijdelijk hersteld. En daarmee was de opdracht in dat opzicht wel volbracht. De overige 10% hadden niet direct een impact op de veiligheid voor omwonenden. Als je dat dan vertaalt naar geld, zeg maar, wat heeft ons deze ramp gekost? Wat is onze schade? Nou, dan is dat
ongeveer 17 miljoen. Wat we aan ten tijde van de crisis hebben gespendeerd, maar ook wat daarna aan het schade en herstel is uitgegeven. Nou, als je het mij eerlijk vraagt, vind ik 17 miljoen. Het is een fors bedrag, maar op zich wel meevallen. Er zijn eerder ook wel berichten geweest over de schade in Limburg en Brabant zelf. En dat waren bedragen ruim boven een miljard. Dus in dat perspectief valt het best mee. We hadden ook vanuit asset management niet zo lang daarvoor het bestuur inzichtelijk gemaakt. Van, wat is eigenlijk ons geïnvesteerd vermogen in al onze assets? Daarbij berekend van stel nu dat we onze assets tegen de actuele kostprijs vandaag moeten gaan vervangen. En dan heb ik het over de kostprijs van vorig jaar, niet die van vandaag. En dan komen we toch op een bedrag van 2,3 miljard. Dus dat is een behoorlijk vermogen en dat is exclusief de zuivering. Dat is in Limburg apart bij het WBL gepositioneerd, dus dat nemen we niet mee. Dat zijn ook vrij dure assets wat dat betreft. En dat valt 70 miljoen toch best mee. En ik durf ook wel te zeggen dat de schade die wij hebben ondervonden, want die vragen kwamen ook onze kant op, die hebben geen relatie met achterstallig onderhoud of wat dan ook. Die komen puur voort uit het natuurgeweld waar wij mee te maken hebben gehad. En eigenlijk heel Limburg en Brabant. Nou, wat voor schadebeelden hebben wij gezien? Om daar ook een beeld bij te schetsen. Nou, linksboven is Valkenburg. Dat is echt wel de zwaarst getroffen locatie die wij kennen in ons beheergebied. Een brug is weg. Die was niet van ons, maar de kademuren zijn gewoon weggeslagen. Er zijn huizen verdwenen. Dus, het is met geen pen te beschrijven, maar het leek eigenlijk wel een oorlogssituatie. Zo erg is het daar naartoe gegaan. We hebben ook een dijkdoorbraak gehad. Het was geen primaire kering, maar een regionale kering bij de hockeyvelden in Roermond. Hebben we moeten herstellen. Ja, het bovenste plaatje geeft een indruk van alle slip, de modder en de rotzooi en de bomen die mee zijn genomen door die kolkende massa. We hebben natuurlijk ook langs de Maas schade geconstateerd. Er zijn diepe gaten in de bedding van de Maas ontstaan, maar ook een stukje oevererosie. Nou, dat hebben de collega's van Rijkswaterstaat heel goed opgepakt. Natuurlijk kijken we daar goed naar, want dat heeft ook invloed op de standzekerheid van onze waterkering. Dus hebben we samen opgetrokken en heel veel afschuivingen. Niet zozeer bij de waterkering, want die hebben het over het algemeen heel goed gehouden. Maar wel in het watersysteem, dus met het stijgende en zakkende water. Toevallig ligt hier ook een gasleiding, dus je zit gelijk in de hoofdprijs wat dat betreft. Nou, vanuit mijn asset management achtergrond dacht ik, hoe komen we zo snel mogelijk van het rennen naar het plannen? Want dat zit in mijn DNA. Nou, hoe hebben we dat gedaan? Ik heb de taskforce opdracht ook gegeven van alle schade die wij zien. Die moet in ons asset management systeem, en dat is bij ons Infor. Er zijn verschillende pakketten, wij hebben Infor daarvoor. Die moet daarin worden gemeld en moet daarin worden vastgelegd. En op die manier heb je een heel goed overzicht, ook geografisch, van waar zitten al mijn schades. Maar je krijgt ook een heel goed beeld van wat is de aard van de schade. Hè? Ook met fotomateriaal, want je praat heel snel langs elkaar als je het hebt over schade. Je krijgt ook een beeld van de urgentie, hè? Want dat kan aan worden toegevoegd. Maar ook van het proces. Hè? Dus de schade is geconstateerd, gaat in voorbereiding en uitvoering en op een gegeven moment is dat afgerond. Dus dat kun je heel goed volgen. En dat heeft ons echt geholpen. Als je kijkt naar wat succesfactoren rondom het herstel. Nou, wat heel erg belangrijk is geweest, is de snelheid waarmee het bestuur ook heeft besloten van we gaan afschalen, crisisorganisatie, maar we gaan ook direct die taskforce opschalen. De organisatie was wel back-off, moet ik heel eerlijk zeggen. Het was een hele intensieve periode. Mensen hebben soms 24 uur achter elkaar gewerkt of soms nog langer. Dus ook veel collega's die toch wel wat behoefte hadden aan rust. Maar desalniettemin ervoor gekozen om snel op te schalen. Nou, en die besluitvorming is ook belangrijk, wederom in die driehoek. Dus het herstellen van de schade en terugbrengen van de oude situatie was ook heel helder en gaf ook heel veel focus in onze opdracht. Communicatie is belangrijk, ook intern en extern. Nou ja, dan helpt ook weer zo'n overzichtje wat ik je net liet zien vanuit dat Infor. En daarmee ook die informatie en die kennis van die assets, dat is ook belangrijk om die op orde te hebben. Dus die crisis, toen mij werd gevraagd van wil je die taskforce gaan coördineren, uiteraard.
Maar toen dacht ik wel heel even van, nou, ik ga in de vertraging met mijn asset management, hè, want daar had ik ook een planning voor gemaakt. En als je mij nu op de mannen vraagt, dan denk ik van ja, dit was geen vertraging, dit was een versnelling. En om daar nog wat beeld bij te geven. Kijk, met die crisis en met die taskforce, waarom asset management belangrijk is en waarom dat wij dat doen. Ja, ik hoef dat verhaal eigenlijk al niet meer te houden, want dat, ja, dat snapt iedereen nu wel. Hè. Iedereen ziet ook wel het belang daarvan in. En daarmee ook een stukje bewustwording. Hè. Dus in dat landschap van de ISO, verschillende werkvelden zijn allemaal belangrijk. Dat bewustwording is ook toegenomen, hè, door zo'n watercrisis, dat die velden gevuld moeten zijn om dat op orde te krijgen. En het belangrijkste daarin is de paarse balk, en daar staat asset informatie. Nou, dat hebben we ook gezien. Daar moeten we echt hard aan werken om dat op orde te krijgen. Dat hebben we nog niet allemaal op orde, hè, maar daar zijn we hard mee bezig door Infor verder door te ontwikkelen als belangrijk asset management systeem. Nou, en die besluitvorming ook essentieel. Hè, dus is ook duidelijk geworden, hè, wat je daarmee inzichtelijk kan maken, wat de consequenties zijn. Ja, nu ben ik bezig met een vraag vanuit die crisis van, nou ja, we hebben nu in 2 dagen al die demontabele kering moeten gaan opbouwen. Maar zijn we langzamerhand niet een beetje tegen de grenzen gekomen, hè, van wat een organisatie kan? En ja, zouden we ook misschien moeten gaan overstappen op een ander systeem? Nou, dat soort vragen kun je heel goed plaatsen in die asset management driehoeken. Hè, wat kost een ander systeem? Wat voor prestatie-eisen stel je? Wat voor risico's ben je wel of niet bereid om te nemen als organisatie? Ja, en tot slot de euro's. Dat is ook een stukje bewustwording. Achteraf gezien hadden we ons wat werk kunnen besparen. Toen wij met de taskforce aan de slag gingen, hadden we, zeg maar, de financiële administratie zo ingericht. Kostenwatersysteem, kostenwaterkeringen. Maar als je dan in de WTS belandt, ja, die kent andere categorieën. Hè? Dus die kijken meer naar de bereddingskosten, de opruimingskosten. Ja, achteraf gezien hadden we het financiële systeem beter moeten inrichten in aansluiting op de WTS. Dan had ons dat aan de achterkant werk bespaard. Nou, dit zijn zo wat ervaringen die wij hebben opgedaan rondom asset management en de watercrisis in het bijzonder. En die ik heel graag met jullie bij deze wilde delen.